eigenlijk voel ik me op het moment bij de opening, heropening van Trefpunt een ongelooflijk fier man. En vooral fier omdat ik de moed heb gehad om iets terug open te doen. Een gemis in Genk. Ik ervaar het iedere dag. Jullie zullen het ook wel zien aan degenen die hier allemaal aanwezig zijn. Maar dit is een gemis in Genk. Terug naar de tijd van vroeger, terug naar de smaak van toen. Het geluk en de zegen dat ja, misschien door het wegvallen van Blue Oase ik en de Kok en een deel anderen heb kunnen overnemen. Wij gaan eigenlijk proberen in Genk terug iets te brengen waar iedereen met plezier kan genieten van jong of oud, van een keuken, echt op zijn Vlaamse wijze en betaalbaar. En voor de rest, ik heb voor mijn eigen beslist dat ik na dit carnavalsweekend toch eens naar een psychiater ga. Want wie neemt nu in heel korte tijd 4 zaken over die toe waren, die failliet waren, die dicht waren? Wel, ik ben die gek. Mijn dochters verklaren mij helemaal gek. En mijn beste vrienden zeggen, maar dat zagen we al lang. Maar ik ben terecht fier, samen met mijn personeel, dat we de inzet hebben getoond om van dit Trefpunt opnieuw het Trefpunt te maken voor iedereen die er wil zijn. We zullen alle dagen open zijn. Maandag is onze sluitingsdag. We zullen iedere dag open gaan om 8 uur. Dinsdag, woensdag 8 uur. De donderdag voor de marktmensen om 7 uur. Vrijdag 8 uur. In het weekend, zaterdag en zondag, zijn we altijd open om 9 uur. En maandag zijn we wel open als het een feestdag is. Dus voor mij is nu maandag is hakketakken, is ook open. Maar voor de rest, ene sluitingsdag, de maandag. En kortlinks gaan we ook over om 1 keer per maand een familiebrunch hier te doen, maar een gezellige keuken op Vlaamse wijze. Komen een goede vriend, Paul. Ja, wij kennen de een ander van in 96. 96, ja. Oh.